Er was een aanvraag binnengekomen van een moeder, van een 14-jarig jongetje. En dat jongetje was ongeneeslijk ziek. En zijn laatste wens was om mij nog een keertje in het echt te zien. En hij was te ziek om naar het theater te komen. Dus de vraag was of ik naar het ziekenhuis wilde gaan. Ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht, wat verwachten die mensen van mij? Dat ik daar grappen ga staan doen aan dat bed? Of... Ja, uiteindelijk dacht ik ook, het enige wat ik kan doen is maar gewoon gaan en maar zien. En dat was vorige week, donderdag, in Eindhoven, in het Catharina ziekenhuis. En ik had een tijd afgesproken bij de hoofdingang. En die ouders die pikten mij op en hij had ook nog een oudere zus. En ik ontmoette die mensen en ik voelde dat verdriet meteen. En ik voelde ook dat het veel te intiem was, dat ik daar niet hoorde. Ik kon niet meer terug. Dan bleek het die dag ook nog eens heel slecht te gaan met het jochie. Hij was al 24 uur niet bij kennis geweest. En ik liep met die mensen over die gang van het ziekenhuis. Een lift in, een gang, een kamer in. Een groot bed met een tenger kaal jochie. En we gingen rond het bed staan. En die moeder die begon aan het jochie te schudden. Die zei, Jochem, hij is er. Jochem, wakker worden. Niks. Jochem, maar nou wakker, hij is speciaal voor jou gekomen. Jochem. En net toen ik wou zeggen van, hey, misschien is het maar beter dat ik gewoon weer ga. Toen probeerden ze het nog één keer. Jochem, maar nou wakker. En verdomd, dat jochie, dat doet zijn ogen open. Ziet mij staan en zegt... Ah nee, dan bedoel ik toch Hans Teeuwen. Kankerpatiëntje.